dat betreft maken we het onszelf soms moeilijk. Dat we eigenlijk een schouwburg zijn en dan hoor je gewoon werk dat wordt aangeboden te laten zien. Maar wij vinden het wel heel erg belangrijk om daar iets aan toe te voegen. En dat gaat over projecten waarvan wij denken dat die hier en nu in Rotterdam er moeten zijn. En dat betekent dat we een festival als Motel Mozaïek samen met Nighttown en de Stichting Culturele Hoofdstad Rotterdam 2001 hebben opgericht en nog blijven steunen. Dat betekent dat we de operadagen op dezelfde manier belangrijk vinden en er echt in investeren. Dat betekent dat we de internationale keuze van de Schouwburg, ons festival, in 2001 voor het eerst hebben gedaan en blijven doen. Wat je vanavond zag bij de opera, dat zijn mensen die al wat ouder zijn, die een culturele interesse hebben en die graag komen. Tegelijkertijd zijn wij de Schouwburg in Nederland met het jongste publiek. Dat betekent ook dat er binnen die publieken steeds weer jonge mensen te zien zijn die echt of nieuwsgierig zijn en komen kijken. Nou goed, die trappen, dat vind ik nog steeds zelf wel heel erg mooi hè, van dit gebouw. In al zijn eenvoud van materiaal, namelijk gewoon beton. Een prachtige lengte en een majestueuze trap die ook bij het grote theater hoort. Dit is de pendant van wat er in de klassieke schouwburgen ook is, namelijk de galerie met schilderijen van acteurs en beroemde theatermakers. Hè. Zie je, maar hier hangt geen Henk van Ulsen, maar wel Hans van Manen. Bijvoorbeeld, en ook andere mensen uit het theater zie je daar. Het is de foyer die een hele grote reputatie kent. Ja, hier worden vaak inleidingen gehouden vanuit nu het gordijn dicht is. Maar eigenlijk moet je even kijken, want weet je waarom? Want dat had Wim Kwist ook nog. Dus je komt uit de stad, ga die mooie trap op die kathedraal en dan kom je hier. En wat zie je? De natuur en de lucht. Dat vond hij ontzettend belangrijk, deze beweging. Bij deze voorstelling van Fidelio van de Nationale Reisopera. En ook de Italiaanse componist Ferdinando Paer. En als je dan naar binnen ging, zeg maar het theater in, dan kom je de zaal binnen, die ook grijs is en beton, maar dan gaat het doek open en daar bevindt zich het warme, gekleurde, kloppende hart van het theater. In de nabije toekomst een metamorfose ondergaan. Eigenlijk de achtergrond is dat heel veel Rotterdam dus deze schetsontwerpen worden. Ook een plan met een schets van gebouw vindt. Een verder uit de leving minder. Zo'n plaatje uit de nodig dan eigenlijk willen zijn. En daar gaan we wat aan doen. Dus we hebben gezocht naar een ontwerper, een theaterontwerper eigenlijk. Die de aankleding aanpakt, die ook de functionaliteit aanpakt. Want heel vaak hebben we niet alleen in de zalen, maar ook hier in de hal en foyers activiteiten zoals festivals. En Jan Verswijnveld is de ontwerper, theatervormgever van hier, Amsterdam, die een heel mooi plan hiervan heeft. A sense of belonging is het motto dit jaar. En dat hebben we gekozen. Je kunt het vertalen als een gevoel van verbondenheid. Dat wat ons betreft heel erg gaat over het theater. Hè. Dus theater als een plek
waar mensen elkaar ontmoeten. Waar mensen elkaar ontmoeten, maar ook het werk en de persoonlijkheid. Het verhaal, de wereld van Michel Schweitzer, van de kunstenaars die is. Het gezelschap Lacoma uit Frankrijk. In tegenstelling vorig jaar waar het dagelijks leven, waar we eigenlijk met op straat en over waar we zijn, honderden mensen zien en maar wel passeren, oppervlakkig aanraken of tegenkomen wellicht, is het theater een plek waar je je kan concentreren en eigenlijk voorbij de oppervlakte echt ziet wat mensen beweegt en wat kunstenaars te zeggen hebben. En misschien wel voorbij de clichés en voorbij de eerste oppervlakkige indruk echt een ontmoeting hebt. In het productiehuis Rotterdam, wat verbonden is aan het Rotterdamse Schouwburg, wordt gewerkt aan de voorstelling Naar Wijder Horizon. En dat is voorstelling die op Katendrecht gespeeld wordt en gaat over emigratie. De geschiedenis van Rotterdam wordt heel erg gekenmerkt door mensen die uit Rotterdam zijn vertrokken naar Amerika en Australië. In de tijd van Drees vertrokken veel. Hè. Dat werd ook echt gepropageerd door de regering, door de Nederlandse staat. Vertrokken veel mensen naar Australië en Canada. Eigenlijk werden ze meer geronseld en gezegd, ga maar, want daar is het beter. En 10 jaar later werd arbeidskracht geïmporteerd.